Als vogel ben je gezegend met een paar prachtige vleugels. Maar ook met een paar kleine of grote stappers. Hoe kies je als vogel nu welke van die twee je wilt gebruiken als je op zoek gaat naar een lekker hapje? Wetenschappers Bautista, Tinbergen en Kaselnik onderzochten die vraag met behulp van spreeuwen. Ze lieten spreeuwen zelf kiezen of ze heen en weer wilden vliegen tussen twee stokken of dat ze heen en weer wilden lopen voor hun voedsel. De wetenschappers varieerden de afstanden en ontdekten dat de spreeuwen niet kozen voor de snelste optie, maar voor de optie die het minste energie kostte. Als een hapje ver weg was, gingen de spreeuwen vliegen. Maar als een hapje lopend minder energie kostte om op te halen, dan gingen ze lopen. Overigens maken niet alle dieren zo'n ingenieuze afweging zoals spreeuwen dat doen. Soms moet je gewoon pakken wat je pakken kan.